Hallo, ik ben Thomas van Sam Media en wij gaan vandaag op zoek naar mensen die ons wat meer kunnen vertellen over Spotted Pagina's. Kun je er even uitleggen wat Spotted Pagina's zijn? Ja, dat is om mensen te spotten die je hebt gezien en wel hun nummer wilt ofzo. Ja. Ik vind het een beetje belachelijk eigenlijk, de Spotted Pagina's. Maar... Wat vindt u ervan? Ik vind dat wel leuk om zo, als je iemand daarop ziet dat je kent, dan vind ik dat wel grappig. Zou u zelf gebruik maken van een Spotted Pagina? Nee. Ik ben meer iemand die als hij wat gedronken heeft, er zelf verzorgt. Bent u zelf al gespot? Ik weet het niet. Er stond zoiets een bericht over een meisje met een blauwe jas en blond haar. En een vriendin dacht dat dat over mij ging, maar we weten het niet. Dus we zullen het nooit weten. Dus het is wel lastig aan die pagina, denk ik. Nou, op zich een origineel initiatief toch om... Nou nee, dat heb je ook wel eens in kranten gehad. Hè? En al die rubrieken van de spits en de metro. Dan zie je elkaar in de treinen. Ja. Het is natuurlijk beter om iemand gewoon met een beetje lef aan te spreken. Ja. Ja. Zou u zelf iemand spotten? Ja, ja. Maar ik heb nog niet mensen dat ik echt zo dacht van... Dat wil ik wel spotten. Beste hamster, wat vindt u over de Antwerpse hoeren? Wat vindt u van de hele Antwerpse hoerenaffaire? Wel, ik vind het een spijtige zaak dat die meisjes op die manier, op die wijze in het nieuws zijn gekomen. Ja, volledig daartegen. Ja, men brengt dat zomaar naar buiten. Dat is schandalig. Dat vond ik echt laag. Dat vond ik... Belachelijk ook. Dat is puur pesterijen en dat vind ik erg dat zo'n dingen eigenlijk gebeuren. Ik vind dat belachelijk. Hè? Het zijn mensen aan de schandpaal nagelen, dat is belachelijk. Meestal onterecht. Dat is niet kunnen, dat kan niet. Hè? Dat zou dus niet streng genoeg zijn. Ja. En het is een beetje wel als vrouw zijn in je eigen risico als je dubieuze foto's op Facebook zet dat andere mensen daar iets mee gaan doen. De jongen is een dader van 15. Hoe vindt u dat hij gestraft moet worden? Hij moet wel gestraft worden, maar er moet vooral op de zaken gelet worden en gewezen worden wat hij moet doen en dat hij er beter van wordt. Ja, het moet geen straf zijn dat ze die jongen in het gevangen moeten zetten, dat absoluut niet. Maar hij moet wel terecht gewezen worden wat hij gedaan heeft, want hij heeft dat misschien niet goed beseft. Een goede schip onder zijn kloten geven, een goede pak rammel geven. Fysiek geweld, inderdaad. Dat kan allemaal zomaar en dat wordt dan zomaar getolereerd en dan wordt hij een keer op zijn vingers getikt. Wat leert hij eruit? Niks. Komt vrij uit. Er wordt gewoon eens gezegd, dat mag niet meer, stoute jongen, en het is opgelost. Ze hebben ze zelf opgezet, de foto's? Ja, kom, moet je niet verzoeken, hè. Kijk eens, hè. Sorry, maar... Dus, je moet daarmee oppassen wat je op Facebook plaatst, hè. Dat is alles, punt.